Het is een marathon. Ja. Het staat uit drie delen. En kort u iets vertellen over die drie verschillende delen? Ja, het is heel spannend, want het is nog in de maak. Hè. Het derde deel ben ik nog aan het schrijven. Het eerste deel die gaat eigenlijk over. Daarin is Johannes de Doper belangrijker dan Jezus. Dat is eigenlijk de man die gevolgd wordt door alle mensen die, door een aantal mensen die ja, wanhopig zijn, die, omdat ze arm zijn, ziek of wat dan ook, om wat voor reden dan ook. En als Johannes de Doper uit de weg gaat, dan volgt Jezus hem op en daar gaat eigenlijk het tweede deel over. Ja. Het einde ken je nog niet. Het einde ken ik ook, ja. Ja. Ja, het loopt af op een zeker moment. Hè? En het verhaal gaat, zoals wij het vertellen, gaat dan nog daar aan de dood van Jezus voorbij.